Employee Engagement Awards is eigenlijk een erkenning voor bedrijven die het menen met hun medewerkers. Voor mij is dat een nieuwe award die eigenlijk dringend nodig was. Als het gaat over HR, dan ja, is het echt wel employee engagement. Mensen die met goesting, met trots doen wat ze doen, dat is cruciaal. Mensen maken echt het verschil. Ik denk dat het belang van employee engagement echt wel niet mag onderschat worden. En het voordeel is om aan zo'n award mee te doen, zelfs al win je niet, is de mindset van de mensen die ermee bezig zijn. En die employee engagements, en daarom zijn we ook gecommit om daaraan mee te doen, geven daar een zeer goed voorbeeld van hoe dat bedrijven er kunnen voor zorgen dat mensen gemotiveerd, geëngageerd naar hun werk gaan, zelfs ook tevreden naar huis gaan en eigenlijk een heel aangename experience gehad hebben gedurende de hele dag. Het was een zeer inspirerende avond, een fijne ambiance, leuke mensen, duidelijke topics naar voren gebracht. Ik heb heel veel mooie practices gezien, mooie voorbeelden, mooie initiatieven uit verwachte hoek. Bedrijven die al redelijk lang bestaan, maar bijvoorbeeld ook die school, een hoek waar je het helemaal niet van verwacht. Het is een fantastisch moment om ook feedback te krijgen van een professionele jury, twee professionele jury's, mensen die al jaren in het vak staan en tegelijkertijd de jongeren die toch ja, de toekomst maken. We hebben dat allemaal persoonlijk voorbereid, we hebben dat samengebracht, we hebben daar scores op gegeven, we hebben daarover gediscussieerd en uiteindelijk zijn we daar toch uitgekomen in een consensus in een groep die elkaar eigenlijk vooraf niet kende. Maar dat is aardig gelukt en als ik ook kijk met de jongere jury, wat ik een fantastisch idee vond, tot dezelfde conclusie is gekomen, dan denk ik van ja, top hè. Ik zou iedereen oproepen om zich in te schrijven en om alvast mee te doen. En ieder jaar te groeien naar werkelijk een cultuur van employee engagement. Bedrijven zouden eigenlijk aan zo'n awards moeten meedoen om eventjes na te denken en stil te staan bij wat ze vandaag al doen bij hun medewerkers. En daar ook eventjes aandacht voor te geven. Want dan zie je eigenlijk dat veel bedrijven daar al mee bezig zijn. En op deze manier brengen ze dat ook eventjes naar buiten. Ik denk dat je enerzijds een soort fierheid kan uitdragen met je bedrijf. Dat je als organisatie echt kan gaan nadenken ook over hoe kunnen we het nog gaan beter doen. En die ideeën dan op papier te gaan zetten. En stelt je ook in staat om gechallenged te worden door een professionele jury. En last but not least ook om je ideeën te kunnen toetsen en te delen met andere bedrijven en andere kandidaten die meedoen. Het feit dat je dat ook eens mocht vieren en dat je dat in de picture mocht zetten, dat is voor mij een Employee Engagement Awards.